Hij geeft nooit op. Het is een pracht van een kerel. Die lucht van die massageolie. Echt een sportman in hart en nieren. Van die stoere mannen allemaal zeggen, dat ga ik doen. Ik was helemaal gek van sport. Sport was de mooiste dag van het jaar voor mij. Door sneden kijken voetballen, maar toen kwam er een wielerwedstrijd in Denenkamp. Ik vond dat zo prachtig, dat geratel van die derailleurs en van die tandwieltjes. Die lucht van die massageolie. En dan met z'n allen door zo'n bocht knetteren. En ook de plunje, de kleding van die stoere mannen allemaal zeggen, dat ga ik doen. Nou, dit is een mooie collectie hoe het gegaan is. Een oude fiets slopen, stuurdoorzagen, weer aangelast. En toen over het fietspad langs het kanaal, allemaal noten, een stopwoord erbij. Tot aan de Duitse grens, wie dat snelste komt. En dan weer terug. De eerste hartslagmeter die er toe was, dat moet je dan vastpluggen op je borst. Met deze dingen. Zet je hem aan. En dan krijg je door wat voor arbeid je verricht. En na dat ga je trainen. Waar bent u meest trots op in dit museum? Het is prachtig om te zien, maar misschien wel mijn eerste bekertje. En dat heb ik echt voor moeten knokken. Een jeugdwedstrijd in Wierden. Vanaf hier naar Denenkamp. Naar vrienden die mee zouden gaan, maar wat hondenweer, stroomde regen. Maar ik denk, een van mijn eerste wedstrijden en daar naartoe. Dus ik in mijn eentje Wierden opgezocht, was er nog nooit geweest. En dan ja, toch doorzetten in de kopgroep en ik werd tweede. En ik mocht een bekertje uitzoeken, of ik kreeg een bekertje. En ik was apentrots om dat thuis te laten zien aan mijn vriendjes. Geen capsones, kan hard met een fiets rijden. Misschien een klein beetje, dat is een beetje zijn nadeel, te rustig in de koers. Want dat zijn misschien iets nerveuzer, maar ja, je zei wat je zei in het leven. Had hij misschien wel de Tour de France kunnen winnen. Maar goed, zijn erelijst spreekt boekdelen. En ik denk dat er veel grote kampioenen jaloers zijn op zulke erelijst. Mist er ook iets in de carrière? Het leven is voor de optimist. Ik mag zeker wel optimistisch zijn, want ik ben trots op mijn carrière. Een blij mens. Het enige wat misschien nog zou missen is dan een gele trui in de Tour. Jazeker. Maar ja, je ziet maar weer, het kwam nu weer in het nieuws. Pouliot d'Or, dat is natuurlijk ook een groot uit in Frankrijk. Maar we hebben wel dingen gemeen. Hij heeft 12 keer de Tour gereden, ik heb 12 keer de Tour gereden. Hij heeft nooit een geel trui gehad en ik heb ook nooit een geel trui gehad. Dus. Maar achteraf, als u terugkijkt op de hele carrière, baalt u ervan? Nee, nu kan ik dat wel. Ja, trouwens altijd wel. Nee, maar dat is mij hier op deze geboortegrond wel geleerd. Doe maar gewoon door gek genoeg en wees tevreden met jezelf. Maar je moet er wel voor knokken. En dat heeft mijn ouders me wel geleerd. Maar ja, en als ze dan. Nee, ik ben wel heel tevreden hoor. En ja, dat doe ik maar vaker. Nu is een keer een geel blouseje aan of zo. Dat compenseert dat dan wel.